Wij zijn afgelopen zaterdag geconfronteerd met een artikel uit het Financiële Dagblad. En daarin lazen we dat eigenlijk de eisen die in Nederland aan bruggen en viaducten worden gesteld, toch wel behoorlijk doorgeschoten zijn. Want wat is namelijk het geval? Er zijn normen uit Europa gekomen en elk land moet dat verwerken in zijn eigen wetgeving. En dat heeft Nederland ook gedaan. Alleen de Moerdijkbrug over het Hollands Diep, die heeft model gestaan voor die veiligheidseisen van die bruggen. Met andere woorden, bruggen op gemeentelijk grondgebied die veel minder zeg maar, intensief gebruikt worden als de Moerdijkbrug. Ja, die zouden toch aan diezelfde eisen moeten voldoen. Dus wij hebben het college gevraagd door middel van schriftelijke vragen wat die situatie betekent voor Almelo. En ook wat eraan te doen is op dat vlak. Want we zijn nu in Almelo bezig met het opstellen van een visie op, zoals dat met een deftig woord heet, civiel-technische kunstwerken. Dus dat gaat over bruggen en viaducten. Ja, en daar hangt, als je dat gaat vervangen en weer aan die eisen wil voldoen, ja, dan gaat daar een enorm kostenplaatje mee gemoeid. En we moeten natuurlijk wel kijken of die eisen proportioneel zijn voor de situatie in Almelo. De gemeente is nu bezig met een integrale visie, vooral ook om prioriteiten te stellen welke brug wanneer aan vervanging toe is. En vooral ook welke daarbij het belangrijkste is om als eerste te vervangen. Want ja, die veiligheid, die constructieve veiligheid, die moet natuurlijk wel gewaarborgd zijn. We kunnen niet het risico lopen dat er iets instort. Maar ja, goed, waar wij naar op zoek zijn is hoe proportioneel zijn die eisen? En dus ook de vraag of de gemeente kan afwijken van die landelijke normen en meer zeg maar, met een maatwerknorm voor Almelo zou kunnen gaan werken. Dus of er uitsluitingsgronden zijn zeg maar, waar de gemeente mee om kan gaan. Ja, exact. Nou, ik weet niet exact dus wat het concreet in financieel opzicht betekent. Maar de CDA-fractie is van mening dat die eisen zoals die nu voor Nederland gelden, dat die wel doorgeschoten zijn. Ik kan me ook voorstellen dat de situatie zoals wij die nu aanhangig maken in Almelo, ja, dat net zo goed voor onze buurgemeenten geldt. Ja, want wat ik al zei, het zijn landelijke eisen. En de vraag is eventjes wat dat concreet natuurlijk op gemeentelijk niveau betekent. Maar dat geldt niet alleen voor Almelo, maar dat geldt eigenlijk voor alle gemeenten in het land. Dus ik ben ook benieuwd of onze schriftelijke vragen op die manier ook een soort olievlekwerking over het land gaan hebben. En contacten met Kamerleden en op ander vlak, op provinciaal niveau en zelfs op Europees niveau. En daar komen natuurlijk van oorsprong de regels vandaan. Dus uiteraard blijft het niet alleen bij de vraag in Almelo en kijken wij ook vanuit onze eigen partij verder. Want we zijn seconden voor de start. Dan gaat nu een pistool omhoog en gaan we aftellen. 5, 4, 3, 2, 1 en weg. En daar staat nog iemand in de weg, dus voorzichtig. Geweldig. Dames en heren, mag ik een geweldig applaus voor deze kinderen. De Almelo-deelnemers. Ja, dit is een geweldig evenement. Het leeft gewoon onder de bevolking. Heel veel Almelo's doen mee. Kinderen van Almelo. En op naar een gezond Almelo eigenlijk. Had u zelf geen idee om mee te lopen? Ja, ik ben net een dag terug. Ik ben gisteren teruggekomen uit Turkije. Ik heb daar wedstrijden gehad. Dus het leek me niet zo verstandig om mee te doen. Maar ik heb al besloten om volgend jaar wel mee te doen. Ja, het is leuk om hier te zijn. Iedereen is hier. Opa's, oma's, jong, oud. Iedereen loopt ook mee. Dus dat is gewoon goed om te zien. En ik zag zelfs oud-wethouder meelopen. Dus dat is allemaal cool, toch? Nou, allereerst wil ik iedereen bedanken die hier aan mee heeft gewerkt. Het is natuurlijk belangrijk dat ook Almelo sporters opvoedt. En dat kan natuurlijk ook vanuit deze jeugdsportfonds. De sporters die gesteund worden door jeugdsportfonds zijn mensen die wat minder te besteden hebben. En het is natuurlijk belangrijk dat je sport, omdat het gezond is. En hierbij wil ik deze check overhandigen aan u. En op naar volgend jaar. Op 14 Gerard Sluiskes. Prachtig evenement hier, prachtige omgeving. Het is natuurlijk helemaal mooi om zo'n eigen stad te kunnen lopen.
Maar je hebt al een beetje ervaring. Want ik zie je wel eens langs Twentekanaal lopen. Ja, klopt. Normaal loop ik niet in deze omgeving. Ik zit meer de andere kant. Twentekanaal richting Bonnenbroek, Enter. Daar kun je prachtig lopen. Maar het is hartstikke mooi om nou een keer in een andere omgeving te lopen natuurlijk. Maar daar kom je misschien wel goed te passen met boeven vangen of niet? Ja, wie weet. Als ze het lang genoeg volhouden, dan pak ik ze niet. Maar als ze de adem tekort hebben, dan haal ik ze misschien nog net in. Heeft u onderweg nog bekende deelnemers getroffen? Nou, bekende deelnemers, ja natuurlijk. Mensen die ik ken van de verschillende loopgroepen. Mensen die ik ken vanuit mijn werk. Maar ook heel veel vrijwilligers langs de weg gezien die ik ken. En dat is het mooiste natuurlijk, want een evenement als dit kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. En als ik zie wat hier voor nodig is voor zo'n evenement, dan heb jij een betere prestatie verricht dan ik. Nou, wij zijn heel blij dat we geweldig weer hadden en daarmee prima omstandigheden voor dit tweede Almeloze Allee wat dat betreft. We hebben een grote groep sporters vandaag gehad, ruim 1000 deelnemers aan de verschillende loopafstanden. En dit keer ook voor het eerst een groot aantal bedrijventeams uit Almelo dat meedeed. En vanmiddag fietstochten en wandeltochten wat dat betreft. Wij spreken van een geslaagd evenement met heel veel enthousiaste deelnemers. Het weer zat ook goed mee, denk ik. Het weer was prima. Eerder deze week hadden wij er wat buikpijn van. Er zag er wat somber uit en erg nattig. Wat dat betreft waren de weergoden ons vandaag hartstikke goed gezind. Het was mooi buitenweer en met 17 graden voor de lopers, de hardlopers ook prima te doen. Dus snelle tijden ook wat dat betreft van de deelnemers. En vooral een hoop enthousiasme ook bij de kidsrun. Volgend jaar weer? Wat mij betreft volgend jaar weer. Dan gaan we voor de derde Almelo Allee. En wij gaan in elk geval heel grondig evalueren wat dit keer goed ging, wat volgende keer beter kan. En gaan in elk geval weer aan de slag voor de derde Almelo Allee. En hopelijk weer met een hoop jonge deelnemers erbij. En bovenal ook weer heel veel bedrijventeams. Volgens mij is het enthousiasme van vandaag voor ons een indicator dat er in Almelo wat moois gebeurt. En daar gaan we mee door. Wij gaan ons best doen en dan gaat het vast goed komen met alle deelnemers. Rob Koenders, Menno Oudekerk en Paul Tieke met vrienden, familie. Oh, dat vind ik geweldig. Ik vind dat dit is een mooie combi. Daar sprak me ook meteen aan. Het kleurrijke werk van Rob Koenders, het semi-abstracte. En dat ook wat Paul Tieke doet. Dat wat poëtischer en dan dat werk, dat heeft natuurlijk voor mij heeft een enorme contrast daartegen. En vaak is het zo, als je dat samen exposeert, dan komt het nog beter uit voor hun en voor mij. Wat vindt u nou belangrijker, dit soort kunst, dat wat aan de wand kan worden, of meer projecten, zeg maar? Voor mij is dit het belangrijkste om te doen. En projecten zijn hartstikke leuk. Ik vind het ook belangrijk om kunst te tonen aan mensen en jonge kunstenaars een kans te geven om hun werk te tonen. Maar dit is natuurlijk mijn, hoe noem ik dat, core business. Vanmiddag heb ik de aangename taak expositie te openen van 3 Almeloze kunstenaars. 3 gerenommeerde Almeloze kunstenaars. En ik heb al even kunnen rondkijken en ik moet bekennen, ik ben verbijsterd. Verbluft, en dat is precies wat de beste kunst doet. Je laten verwonderen. Ja, ik vind het super fijn om hier in Almelo weer zo'n tentoonstelling te hebben. Ik heb natuurlijk wel een plek waar mensen mijn werk kunnen zien in Galerie Het Baken, maar in een gemeentelijke ruimte of een algemene ruimte, of zoals Indigo, is natuurlijk wel iets bijzonders. Zeker als ik denk aan dat het in 1987 de laatste keer was dat ik zo in Almelo exposeerde. Dat was toen mijn 12,5-jarig jubileum in kunsthal De Waag.
Ja, ik vind dat het heel knap is wat ze hier gedaan hebben met de inrichting. Want toen het begin van deze week werd binnengebracht, toen dacht ik van hoe krijgen ze dit op een rij? Hoe kunnen ze dit nou bij elkaar combineren? Maar toch, hoe gevarieerd mijn werk ook is, het is allemaal onderscheidend toch nog weer anders dan dat wat Rob Koenders brengt en Menno Dimitri Oudekerk. Menno Dimitri Oudekerk die heeft hele krachtige zwart-witte tweedimensionaal werk en plastieken die ook dat kenmerk hebben, waarmee dat duidelijk onderscheidt. Ja, en Rob Koenders die is zo kleurvirtuoos, daar kan ik niet tegenop. Ik vind het wel een eer om met Menno en Paul Tieke te exposeren, zeg maar, samen. Ik denk dat we elkaar ook behoorlijk aanvullen en vooral omdat het werk zo verschillend is allemaal, versterkt het elkaar ook heel erg. En de manier van ophangen hier in Hof 88 versterkt dat beeld alleen nog maar. Dus ik vind het wel heel erg een mooie expositie geworden. Stippeltjes, kun je de schilderij achter je, kun je daar iets van vertellen? Ik heb een schilderij gemaakt vorig jaar in de Iselo bij de uitwisseling met de Duitse kunstenaars. En dat schilderij kwam terug en dan ben je toch weer in Almelo en dan krijg je toch een andere inspiratie, zeg maar. En daar ben ik er weer overheen gegaan en dit is dan het eindresultaat. En er hangt er nog één. Maar het is veel knip- en plakwerk, dus je moet het echt even van dichtbij zien. Op foto of op beeld is het eigenlijk minder dan in het live te zien. Liedjesmakersfestival. Het is een festival waar de grootste talenten van Nederland optreden in alle zalen van Hof 88. Het mooiste theater, een van de mooiste theaters die we in Overijssel hebben, zou ik kunnen zeggen. Het is een prachtige locatie met niet al te grote zalen. En we hebben deze keer Warempel Fratsen geboekt. En Bertolf. Awkward Eye. De Verdo Do, Snow Apple, The Big Hunger, Trio van Putten, Jasper Slaghuis, Gigi Arici, Ruben Nozahi, om niet te vergeten, en een heleboel jong talent. We hebben een fantastisch programma. Kom allemaal kijken, zou ik zeggen. Hoe lang ben je al met het Liedjesmakersfestival bezig? Dit wordt de 6e editie. Het wordt elk jaar iets verder uitgebouwd. In het begin was het vrij bescheiden. Maar het is al die jaren eigenlijk een prachtig festival geweest. En, we gaan dit jaar uitverkopen. Dat is nu al zeker. Dus ik zou zeggen, wees er op tijd bij. In de voorverkoop kosten kaartjes, geen taartjes, maar kaartjes, €10. Op de dag zelf €12,50. Maar dan moet je nog maar afwachten of er nog kaartjes zijn op de dag zelf. Dus. Wanneer is het Liedjesmakersfestival? Het Liedjesmakersfestival is op zondag 4 oktober. De deur is om 2 uur open. We beginnen om 3 uur. En het gaat door tot 's avonds, 11:00. Hoeveel bandjes spelen er in totaal? Ik geloof dat ik er nu 16 heb. Het zijn niet alleen bandjes, het zijn ook solisten, duo's. Maar ook zeker een aantal bands.
Ja, dit is een kruis wat gemaakt is door mevrouw Nelly Wolfs. En dat verbeeldt eigenlijk de belangrijkste fases in het leven van Jezus. En het begint eigenlijk al bij de aankondiging door de engel aan Maria dat ze in verwachting zal raken van Jezus. En het verhaal gaat verder uiteraard tot en met zijn kruisdood. Maar ook tussenliggende periodes, als zijnde de opdracht van Jezus in de tempel. En ook het weervinden van Jezus in de tempel. Ook zijn dragen van zijn kruis. Dat heeft ze allemaal in die 9 afbeeldingen weergegeven. Ik heb voor in de kerk ook iets vergelijkbaars gezien. Is dat ook van diezelfde mevrouw? Ja, ook dat is van diezelfde mevrouw. En dat is een kruis eigenlijk, een inversiekruis zoals dat noemen. Daar is eigenlijk, als je deze ramen, deze dingen er in de plaats zou zetten, zou het helemaal één geheel min of meer zijn. En daar is juist het deel leeggelaten voor de overledene. En daaromheen is het glaswerk geplaatst. Nou, Trouwdy, we staan hier nou tegenover boekhandel Heurtink. Ja. Die is van oudsher in heel Almelo bekend. En tot aan de Chinezen is alles weg. Alles weg. En wat zat daar ook allemaal? Heurtink had je. En dan had je nog de Duitse winkel vroeger van Kuiper. Oh ja. Die zat er ook Lutze nog. Kuiper. En dan die meubelzaak van... Te Horst? Nee, Te Horst? Nee, was niet Te Horst. Dat was aan de andere kant. Benning. Ja, Benning. Allemaal begint ze achter naar de Bendinggebied kijken. Ja. Die nieuwe bebouwing, het is... Het is allemaal weg. Alles is weg. En, maar daarachter, waren dat tuinen of zo? Ja, dat zou wel. Met die bomen, dat gedeelte. Ja, ja. Lijkt me zo. Een heel groot gebied eigenlijk. Hè. We kunnen... Een knoer van een winkel op. Ik denk dat er allemaal appartementen komen. Ik denk, ja. Ja. Dat is wel haar zeker, hè? En dan bij banketbakkerij 30, die gelukkig is die nog gebleven, maar die heeft van dat lekkere gebak. Ja, dat is de Bavikstraat, Grote Straat en de Holtjestraat. Nou, de Holtjestraat, dat hele spul, daar ligt er ook af. Je herkent het helemaal niet meer. Nou, en dan hier rechts. En de overkant, de Grote Straat, is ook allemaal weg. Het leek wel oorlog. Het leek wel oorlog, ja, inderdaad. Ja, alleen de auto's zien er anders uit dan in de Tweede Wereldoorlog. Maar die zou zijn dat alles weggebombardeerd is. Hengelo zag er ook uit vroeger zo. Dat is ook alles weggebombardeerd. We staan nu op de hoek van de Holtjestraat met de Tuinstraat. Tegenover het bekende schilderij in handel en lijstenmakerij. Achter is de ingang nog van het vroegere winkel van Jalink, ja. En die heeft later een lampenwinkel gehad hier tegenover. Die is verbrand. En die is afgebroken. Dat stukje was er ook nog bij. Ja, en het dak kun je nog zien dat het helemaal verkoold is. Ja. En dit gedeelte is gesloopt. En dat zal ook nog gesloopt worden, denk ik. Die snackbar gaat ook nog weg. En dan kijk je vanaf hier, kijk je straks, wordt het een heel groot open gebied. Wat helemaal weer opnieuw volgebouwd gaat worden. Kijk nu nog richting Grote Straat. Ja, vanaf hier kun je nog een prachtig mooie dead zien. Nou, dat was nooit zo geweest. Er zijn een hele mooie huizen te worden gebouwd daar. Hè? De mooie, deze huizen die je hier nu ziet. Ja. Daar was vroeger helemaal Bendinggebied. Er zat hier nog een lange muur, helemaal langs het water hier. Nou, deze huizen die kun je vanaf de Grote Straat nou zien. De achterkant van deze huizen. Ja, omdat Zo'n grote oppervlakte is het nou. Dat was allemaal Bending. Ja. Dat was wel een grote confectiefabriek eigenlijk. Ja, confectie. En heel wat mensen die daar hun werk vonden ook.
Nou, dan heel wat Almeloers die bij Bendien hun brood verdienen. Dit is toch wel netjes geworden hier. Ja. Het ging over die allereerste winkel van Jaarlink, weet je nog, met die bazarwinkel was het. Ja, bazarwinkeltje, ja. En moet je kijken daar, de tuinstraat, moet je deze kant op. Ja, ik zie het wel. Waar allemaal die kleine winkeltjes, prachtig mooi straatje. Huisjes. Alles heel mooi straatje, alles is veranderd. En daar wordt nou straks ook allemaal weer opnieuw bebouwd. Zo daar ook nieuwe woningen komen. Ja. En daar zouden ook nog een schoen maken. Antiek handel. Ja, antieke handel. Paul Gierveld zat er nog. Ja, en had je nog Klok, die rijwielzaak. Klok, de rijwielzaak, zat er allemaal en is allemaal gesloopt. Ja, is allemaal weg. Dit is helemaal onherkenbaar. Helemaal onherkenbaar, ja. Die juist van, ja. Van die brand van de overkant van het glas is nog helemaal gescheurd. Weet je, dat daar Jaarlink... Van de hitte, moet je nagaan, dat is er toch zeker een meter of acht af. Ja, ja, ja. Jij hebt Zaal, dat is een hele bekende muzikus. Muziek, muziekles gehad. En die gaf ook muziekles. Wat hier staat, dat, van Bendien, volgens mij is dat toen nog gebouwd. Toen Bendien nog intact was. Ja, ja, uiteraard. Maar dat is toch wel een heel erg mooi gebouw. En dat blijft ook, hè? Dat staat volgens mij op de monumentenlijst. Ja.
mannen van 35 en 45 plus. Kom van de bank af, ga voetballen. We hebben een prachtig initiatief bij Oranje Nassau in samenwerking met PH. Een 45 plus toernooi. Iedereen is welkom. Kijk op de website, 25 september is iedereen welkom bij Oranje Nassau. Doe mee en geniet ook van die derde helft.